Hallo en welkom. Mijn naam is meneer Veltjen. Ik ben leerkracht informatica en ICT. En ik ben ook ICT-coördinator op het Onze Lieve Vrouw Lyceum te Genk. Ik ga dit filmpje even maken om aan de ouders van onze eerstejaarsstudenten, onze nieuwe eerstejaarsstudenten, te laten zien wat LibreOffice juist is. En ik ga ze een manier laten zien waarop dat ze LibreOffice kunnen gebruiken zonder het daadwerkelijk te installeren. Sommige ouders hebben mij gevraagd of dat iets kwaad kan aan hun Microsoft Office-installatie. En ik ga laten zien dat je perfect Microsoft Office langs LibreOffice kunt gaan gebruiken. Nu, ik hoop dat u duidelijk mijn scherm kan zien. Ik heb een iets verouderde computer bij mij thuis staan. Dus ik hoop dat de resolutie met u overeenkomt en dat het beeld scherp genoeg is. Nu, de grootste reden waarom dat we hier LibreOffice op school gaan gebruiken is uiteraard de kostprijs. Wij gebruiken LibreOffice, wat staat voor vrije office, omdat deze gratis is. Het is een gratis pakket waarmee dat we open document teksten kunnen gaan maken. Open document is de standaard die eigenlijk door de mensen, de informatica mensen in de wereld is afgesproken als een open standaard. Eigenlijk de standaard die we zouden moeten gebruiken om documenten aan te leveren. Er zijn een aantal regeringen en stadsdiensten ook die het open document formaat al aangenomen hebben en die eigenlijk afgestapt zijn van Microsoft Office. Nu, op het scherm kan u meevolgen en ziet u dat de Microsoft Office versies van dit moment, de Office 365 reeksen, dat die beginnen in prijs vanaf €99 en oplopen tot €539. Nu, u moet goed kijken als u zegt van ik wens zo een Office 365 versie, dat is eigenlijk een versie die je jaarlijks gaat betalen. Nu wil je een, je ziet dat hier beneden, een 1 jaar abonnement. Je mag dat abonnement gebruiken op 5 computers of Apple PC's. Nu wil je de gewone Office gaan gebruiken, de Office die je echt installeert en kan blijven gebruiken, dan kies je voor Office 2013. Nu, je zou kunnen kiezen voor die van thuisgebruik en studenten, deze, die van €139. Maar in die versie zit geen Access, wat dat u hier van onder ziet staan. En Access gaan we gebruiken, of zouden we gebruiken om een databank aan te leggen. Nu, aangezien we die niet hebben in deze versie, thuisgebruik en studenten, aangezien je die hier niet vindt, zaten we sowieso met een probleem. Gaan we de mensen deze versie laten aankopen, de Access versie, of de Office Professional versie 2013, waar dat Access in zit, dan zitten we aan een kostprijs van €539. En dat behelst eigenlijk slechts één PC. Dus zoals je ziet op het scherm, één PC'tje, €539, dat is enorm veel geld. Dus wij kozen vooral omwille van de kostprijs voor LibreOffice. Nu, LibreOffice zit juist aan zijn versie 4.1. Ik ben eventjes gesurfd naar www.libreoffice.org. En als je hier klikt op mijn website, dan kom je eigenlijk op de traditionele website van het pakket uit. Nu, je kan daar ook een Nederlandstalige versie van gaan bekijken van die website. En dan moet ik eventjes zelf zoeken naar het Nederlands. Daar zit hij. Zo. Eventjes aanklikken en dan kom je op de Nederlandstalige website uit. Hier kan je LibreOffice gaan downloaden. Heel eenvoudig. Nu, ik heb al een aantal andere filmpjes gemaakt waarin dat ik dat doe, dus ik ga dat niet helemaal opnieuw overlopen. Je ziet dat ze zitten aan versie 4.1.1. Je hebt het installatieprogramma, slechts 200 megabyte groot. En je hebt ook de ingebouwde helpfunctie in meerdere talen en die is maar 6,7 megabyte groot. Nu, dat is als je die echt wilt installeren, die versies. Stel dat je zegt, ik wil eigenlijk niks bijkomend op mijn PC installeren, dan kan je gebruik maken van een draagbare versie of een portable app. Je surft dan naar de website www.portableapps.com. Je gaat eventjes kijken bij Get Apps. Dat is een Engelstalige website uiteraard. En dan ofwel gaan we eventjes naar beneden scrollen, zo. Ofwel zoeken we hier aan de linkerkant, drukken we op de Office Suite. En normaal gezien gaat hij mij in het midden van de pagina brengen naar alles wat met Office te maken heeft. Even kijken. Office Suites, LibreOffice Portable, daar staat hij bij. Hier staat ook nog OpenOffice. Dat is een iets oudere versie of een afsplitsing eigenlijk. Dat was de originele versie. Deze wordt eigenlijk wat beter doorontwikkeld tegenwoordig. Dus als je kiest voor LibreOffice Portable, dan ga je de keuze krijgen. Wil je de gewone versie downloaden? Of wil je, dan moet ik zelf eventjes kijken, want ze hebben het blijkbaar veranderd. Hier staat wel bij Multilingual. Maar dat wil zeggen alleen Engels en Arabisch, Chinees, moet ik eventjes gaan kijken, Portugees, Russisch enzovoort. Nu, daar zit Nederlands niet tussen. Wil je de Nederlandstalige versie gaan downloaden van het pakket, dan kies je hier voor 4.1.1 All Languages. Dus als we die downloaden, dat zal eventjes duren. Mogelijk ga ik dat moeten
overslaan. Dus ik ga dat zelf downloaden, dat pakket. Het is 159 megabyte. Eenmaal dat het gedownload is. En dan zullen we het zo dadelijk uitpakken. Dus kom ik zo dadelijk terug. Zo, zoals je kan zien is de download bijna voltooid. 157 megabyte van de 159. Hij geeft aan dat hij nog een 4-5 seconden nodig heeft. Dat zal zo dadelijk wel klaar zijn. Oké, goed. Ik wil ook laten zien dat LibreOffice en Microsoft Office, en dan heb ik het vooral over de tekstverwerkingspakketten bijvoorbeeld, of in dit voorbeeld dus Word en Writer, eigenlijk volledig compatibel zijn met elkaar. Dus ik wil je gerust laten zien dat een document dat gemaakt is in het ene perfect te openen, te gebruiken, te veranderen, te editeren en zelfs te bewaren is in het andere. Dus hij heeft blijkbaar nog eventjes nodig om de laatste bits en bytes te bewaren. Dan ga ik al even laten zien dat ik Word ook wel degelijk geïnstalleerd heb op mijn PC. Ik heb dat voor dit filmpje gedaan, want ik durf al eerlijk te zeggen dat ik minstens 5 jaar geen Microsoft Office product meer gebruiken in mijn privéomgeving. Dus de snelste manier om Word te starten is uiteraard via de snelkoppeling hier op het bureaublad. Heeft u die niet en gebruikt u Windows 8, dan is de Windows-toets en de Q-toets eigenlijk een eenvoudige toets om snel naar de apps of de applicaties te gaan. Dan geef ik hier Word in en dan gaat die Word 2013 vinden. Dus hij gaat Word opstarten. Dan krijgen we altijd de vraag of hij daar de standaard het standaardprogramma voor documenten van mag maken. Ik kies eventjes nee, want ik wil dat uiteraard niet. En een leeg document gaan we aanmaken. Ik ga hier een testje in maken. Lyceum Genk. Ik hou het heel simpel. Ik zal er een punt achter plaatsen. Lyceum Genk gaan we eventjes selecteren. Ik geef dat een groene kleur. Ik maak dat vet, cursief en onderlijnd. En ik zal het wat vergroten. Zo. Dus een heel eenvoudig document met Word aangemaakt. Ik ga dat ook bewaren, dus als ik kies voor bestand, opslaan als, het is allemaal een beetje veranderd in Office 2013, dan kan ik gaan bladeren. Dat zou hij toch moeten doen. Oei, ik heb op de verkeerde locatie gebladerd. Ik hoop dat hij niet te veel problemen geeft. Mijn computer is niet meer zo super snel, dus ik merk dat hij iets aan het doen is, maar wat weet ik niet. Heel van boven zegt hij, Word reageert niet. Ik ga ervan uit dat hij probeert verbinding te maken met het internet. Is niet dadelijk gelukt, dus ik ga het anders doen. Computer en dan bladeren uiteraard. Je ziet dat ik Word niet zo heel veel gebruik. En ik zal dat documentje even bewaren. Hier heb ik wel ergens plaats in de map Jens. Ik zal een nieuwe map aanmaken en ik noem die Lyceum. Zo, en in die map kan ik dat document gaan bewaren. Standaard stelt Word docx voor als bestandsformaat. Ik zal eens eventjes opslaan, dat gaat geen enkel probleem zijn, maar ik ga ook laten zien dat het open document formaat ook ondersteund is door Word. Dus ik doe eens opnieuw bestand opslaan als. Ik ga opnieuw naar computer, ik kies opnieuw bladeren. En je ziet hier het eerste documentje staan, maar ik kan hier beneden in de lijst ook kiezen voor open document tekst. .odt. En dat is hetzelfde formaat dat LibreOffice Writer standaard gebruikt. Dus als we dit aanduiden en we gaan dat eens opslaan, dan gaat hij uiteraard vragen, mag ik dat in die opdeling of die indeling? Misschien gaat er iets verloren. We gaan door, ik geef een akkoord. Ik zie van boven dat het lyceumgenk.ott geworden is. En als ik dit afsluit, en ik ga eens eventjes, blijkbaar is de download nog steeds niet voltooid hier van onder. Dan zullen we zo dadelijk even naar kijken. En ik ga een verkenner eventjes zoeken. Zo, en ik ga naar die map. Oei. Data Jens Lyceum. Dan zie ik daar twee documentjes staan. Een docx bestand en een open document tekst. Hij gaat dit proberen te openen. Ik zal er eventjes met de muis op blijven staan. Met LibreOffice. We gaan dat zien. Dus ik dubbelklik om hem te openen. En je gaat zien, die same gang staat vet cursief onderlijnd had ik gekozen. Als lettertype Calibri en als puntgrootte 28. Dus u ziet dat het document perfect in Word gemaakt kan worden. Dus mensen die echt kiezen om LibreOffice Writer of LibreOffice in zijn geheel niet te installeren, die kunnen eigenlijk met een tekstverwerker als Word ook het open document tekstformaat aanmaken. Nu, het werkt in beide richtingen. Ik zit nu in Writer, LibreOffice Writer. Als ik nu zeg, alles lijkt oké. Okay. En ik zal dit eens veranderen van opmaak. Ik doe die dingetjes bijvoorbeeld terug uit. Ik zet alles aan de rechterkant. Ik kies een ander lettertype. Century. Zo. Ik kies een andere kleur, terug zwart. Dat lijkt mij prima. Als ik nu dit eens even ga bewaren, dan kan ik ook hier kiezen, bestand opslaan als. En dan kan ik ook hier kiezen in welk formaat dat ik die wens op te slaan. Dus ik kan hiervan zeggen, versie 2, in ODT, geen enkel probleem, ik kan dat opslaan. Hij gaat dat zonder problemen doen. Als alles goed is, zie je dat van boven ook.
Maar ik kan ook kiezen bestand opslaan als. En dan kies ik hier in het lijstje voor Word 2007-2010 in het DOCX formaat. Dus andersom gaat ook. Dus ik kies eventjes DOCX versie 2. Ik doe opslaan. Hij zegt, bent u zeker dat u het Word formaat wilt gaan gebruiken en niet het ODF formaat? Ik kies Word. Hij gaat dat even doen. En van boven zie ik al dat hij het voltooid heeft, DOCX. Dus ik ga dit eens even sluiten. Eens kijken, nu staan daar twee nieuwe versies. Dus de versie 2, uiteraard gaat hij die open doen met LibreOffice. Dat gaat geen probleem zijn. Zo, hij is geopend. Maar ik kan ook het DOCX-bestand gaan openen. Ik dubbelklik daarop en als alles goed is, gaat hij Word proberen op te starten. Word, zo, deze versie. En dan gaan we kijken of alles oké er ook staat. Dat is voor mij ook een test. Voilà. En je ziet, alles lijkt oké. Rechts uitgelijnd. Andere lettertype, andere letterkleur. Dezelfde grootte wel. Dus je ziet dat het in beide richtingen werkt. Nu, stel dat u niet overtuigd bent en zegt van LibreOffice mag niet geïnstalleerd worden op mijn computer, dan kan u die portable of draagbare applicaties gebruiken. Nu, er is blijkbaar een probleem met het downloaden. Ik ga eventjes kijken of ik het bestand kan openen. Het ziet er naar uit dat hij het niet doet. Nu, dan ga ik u zo dadelijk het vervolg laten zien. Dan ga ik er eventjes uit, download ik het opnieuw en dan kom ik zo dadelijk wel terug. Maar het voordeel van die portable apps is onder andere dat u het eventueel op een USB-stick zou kunnen zetten. En die USB-stick overal kan meenemen. Dus het hoeft niet geïnstalleerd te worden op de PC. Het moet gewoon ergens geplaatst worden. Geen hele installatie, gewoon een plaatsing. Kopiëren van bestandjes eigenlijk. En kiest u daarvoor een USB-stick, dan gaat OpenOffice ook vanaf USB-stick werken. Nu, ik kom zo dadelijk bij u terug, want blijkbaar is er een probleem met de download. Dus we gaan dat even nakijken. Ik ben er al terug, want blijkbaar 2 seconden nadat ik de video op pauze gezet had, was de download klaar. Dus hij vraagt, mag ik dat bestand gaan uitvoeren? Uiteraard kies ik voor uitvoeren in mijn geval. Mijn computer is erg traag, mijn excuses daarvoor. Uitvoeren, ik had blijkbaar niet goed geklikt. Hij gaat vragen in welke taal wenst u de installatie te doen? Uiteraard in het Nederlands. Een kleine wizard over de portable apps. En dan kan je hier de keuze krijgen, of je krijgt hier de keuze, remove extra languages. Als je dat aanduidt, dan gaat hij zeggen, alles behalve de geselecteerde taal van er juist, en dat was Nederlands en het Engels, dat zit u beneden, wordt automatisch verwijderd. Dus we gaan 400 megabyte aan ruimte ook besparen. Dat is zeker interessant als u het op een USB-stick wil plaatsen. Hij gaat vragen, waar mag ik de inhoud van LibreOffice gaan kopiëren? Dat is geen echte installatie, het wordt gewoon een kopie. Dus ik ga eens eventjes bladeren en bijvoorbeeld, ik zal laten zien, niet op de C-schijf, maar op de T of op de F in mijn geval. Kan ik een nieuwe map maken? Draagbare apps, bijvoorbeeld. Oké, okay. Hij mag in F draagbare apps LibreOffice gaan plaatsen. Laten we eens even kijken. Als ik druk op installeren, gaat hij beginnen. Ook hier gaan we niet helemaal op wachten. Dat ga ik proberen over te slaan. En ik kom zo dadelijk weer bij u terug. Zo, zoals u kan zien is de installatie of het kopiëren bijna voltooid. Ik ga hem eventjes laten verder werken. Ik denk dat ik de schuldige gevonden heb waarom dat de computer zo traag was. Het was blijkbaar het antiviruspakket dat op de achtergrond aan het scannen was, waardoor de computer zo langzaam reageerde. Ik ga eventjes kijken totdat die voltooid is. Ik kan ook al eens gaan kijken in die map portable apps, of draagbare apps, zoals ik ze genoemd heb. Had ik een mapje draagbare apps gemaakt en hij is daar LibreOffice aan het kopiëren. Eventjes kijken, daar komen de hele pakketten al. We gaan eens kijken hoe ver het die staat. Voilà. Ze zegt dat hij voltooid is met kopiëren, dus u kan nu gerust deze map, eigenlijk natuurlijk de map hierboven, dat is eenvoudiger, rechtermuisknop op drukken en eventueel kopiëren naar een USB-stick. En dan kan u LibreOffice altijd met u meepakken. Nu ik ga LibreOffice zelf eens starten vanaf de portable versie. Eens kijken, oei, hij zegt dat hij al gestart is. Dat kan inderdaad goed zijn. Hier staat al een versie die gestart is. Ik kan even kijken, taakbeheer. Dat komt er natuurlijk van als ik de demo test op een toestel waar dat LibreOffice wel degelijk geïnstalleerd is. Even kijken of ik nu LibreOffice nog zie. Op dit moment toch niet. Dus ik ga het eens opnieuw proberen. LibreOffice Portable. Voilà, nu lijkt hij wel te starten. We gaan eens even kijken wat dat hij doet. Ook even kijken naar de harde schijf. Die heeft het heel erg moeilijk. Dus ik hoop dat hij zo dadelijk opstart. Daar komt hij. Eerste maal gaat hij allemaal dictionaries inladen. En als alles goed is, verschijnt het schermpje. Of het scherm. Ik ben dringend toe aan een nieuwe computer. U ziet.
Dus ik zie LibreOffice. Ik zie daar nog niet zoveel speciaal aan, behalve dat hier dit onderdeel is Writer, vergelijkbaar met Microsoft Office Word dan. Werkblad is vergelijkbaar met Excel, dat heet Calc in LibreOffice. Presentaties, dat is voor de meeste leerlingen wel heel bekend. Dat is eigenlijk de PowerPoint of het PowerPoint alternatief. Je kan er dus ook PowerPoints mee maken met deze omgeving. En wat zie je hier? Je ziet hier gegevensbron, dat is eigenlijk Access. En dat is eigenlijk datgene waar dat u normaal gezien voor moest betalen. Maar dus hier in LibreOffice is dat volledig gratis, hè. Je kan ook formules, wiskundige formules gaan uitwerken, maar het gaat ons natuurlijk om tekstverwerking, LibreOffice Writer. En zoals ik kan zien, hopelijk wel eens eventjes kijken met info over LibreOffice. Voilà, het is de laatste versie, 4.1.1.2. Dat is de allerlaatste nieuwe versie. Je ziet ook dat alles Nederlandstalig is. Nu, wat kan u sowieso best doen bij deze versie? In extra opties, en dat zijn maar twee dingetjes die ik ga aanduiden. Dat is hier bij de online update. Eventueel zeggen dat hij de updates niet altijd moet gaan controleren. Dat is zeer vervelend als u iedere keer de melding krijgt dat er updates zijn. Nu kan dat laten aanstaan of eventueel op elke maand zetten, uiteraard. Dat is volledig naar uw keuze. Dus ik zet ze meestal uit. Wat kan ik ook veranderen bij de taalinstellingen? Hier op het knopje Talen. Er is één vervelend onderdeel, dat is hier de komma. Hetzelfde als de lokale instelling bij het decimaal scheidingsteken. En ik ga je laten zien wat dat betekent. Als ik hier in mijn document Lyceum en ik zou op de punt gaan drukken op mijn numeriek toetsenbord, dan ga ik een komma krijgen. Waarom doet hij dat? Omdat, en dat ga ik u laten zien, als ik Calc zou willen opstarten, LibreOffice Calc. Oei, ik hoop dat dat lukt, de portable en de geïnstalleerde versie tegelijk. Blijkbaar lukt dat. Als ik hier met Calc zou werken, dan is het numerieke klavier natuurlijk handig om een komma te gebruiken. Als ik 10,5 ingeef, dan is het handig dat de komma werkt op het numeriek gedeelte. En dan ga ik dat eventjes sluiten. In Writer is dat niet zo handig dat de punt op het numeriek gedeelte een komma is. Dus ik ga dat eventjes uitzetten. Dat doe je dus onder extra opties. En bij de talen zet dit vinkje gewoon uit. Je drukt op OK. En op het moment dat ik nu op de punt druk, is het wel degelijk een punt in LibreOffice. Goed, ik denk dat we klaar zijn met het filmpje. Moesten er nog vragen zijn, laat het zeker weten. We zijn altijd bereikbaar via Smart School. Zowel meneer Van Antwerpen, de ICT-coördinator, als ikzelf, meneer Veltjen, zijn daar heel eenvoudig terug te vinden in Smart School. Zo, veel succes met de installatie en tot binnenkort.